Ah Bert, wat was jouw plan voor Almere? Ja, toen ik hier kwam wonen, 40 jaar geleden, toen was dat omdat ik hier kwam werken. Ik kwam hier werken als huisarts en wat mij aantrok was het concept van de organisatie die toen in Almere begon om wijkgericht te werken en samen te werken met elkaar. Dokters, met verpleegkundigen, maatschappelijk werkers. En eigenlijk is dat nu bij Fietsmaatjes ook weer zo. We proberen wijkgericht fietsen uit te zetten in de wijken. Bewoners die wel vitaal zijn en bewoners die minder vitaal zijn, elkaar te laten ontmoeten en fietstochtjes te laten maken. En zo proberen we het wijkgerichte samengaan van mensen te bevorderen. We bestaan nu 2,5 jaar en we hebben nu 8 fietsen verspreid over de hele stad, van Almere Poort tot Almere Buiten. En geleidelijk aan komt dat plan in de werkelijkheid tot stand. Wat is belangrijk in je plan? Wat ik zelf belangrijk vind, is dat vanuit mijn oude werk als huisarts natuurlijk het besef dat er altijd mensen zijn met wie het minder goed gaat. En dat er bij die mensen eigenlijk vooral gelet moet worden op wat ze nog wel kunnen. En dat te stimuleren door ze in contact te brengen met mensen met wie het goed gaat en die nog vitaal zijn, dat is eigenlijk mijn bezieling. Ja, jij bezielt hier met deze plannen de stad ook, hè? Ja, kijk, Almere heeft mij heel veel goed gebracht. En vooral omdat de opbouw, het in beweging zijn, letterlijk en figuurlijk, is in deze stad gewoon een heel goed gegeven. Je kunt hier als burger aan van alles en nog wat meedoen. Er is geen sprake van chauvinisme. Iedereen is welkom. En samen de dingen doen, zoals de oude burgemeester zei, het kan in Almere. Dat is altijd met elkaar toch een verbinding heeft dat altijd gegeven. Dank je wel. Ja.